Vandaag zit ik hier met Matthias Vallon. De afgelopen 50 meer podcasts? Zoiets, ja. Heb jij geëdit? Zeker. Crazy. My first love broke my heart for the first time. And I was like, baby. Heb ik ooit al iets gezegd waarvan je dacht van, deze maakt de video eigenlijk minder? Kan gewoon, hè. Maar als je het zegt, ben je ontslagen. Zo. Vanaf dan ben ik zo voor de andere kandidaten ook zo degene geworden die altijd wilt vals spelen. Echt? Jij bent de bad boy van Home Universalis. Yo, de podcast begint zo. Deze video had eigenlijk op het Clips-kanaal moeten staan. Of dat was initieel de bedoeling, maar de content was gewoon leuk. Dus, bij deze een podcast met Matthias is hier ook gewoon. Ja, ik weet niet waarom. Er zijn nog een paar dingen die ik moet vermelden voordat de aflevering echt begint. Dat is dat er een paar Gossip Girls aan het begin van dit jaar opgesteld geweest zijn. Waaronder Alex Agnew en Andries op de podcast. Is gewoon gelukt. Tom Waas op de podcast is nog niet gelukt. Tom, als je dit ziet, zou fucking leuk zijn. Alsjeblieft. 50.000 abonnees op dit kanaal. Dus als jullie nog niet geabonneerd zijn, zou dat fucking vet zijn. We zitten momenteel ongeveer in de helft. Dan is er eigenlijk iets over vergeten zijn in deze podcast. Weet je wat? Horoscoop met Pedro. Horoscoop met Pedro. Hebben we toch geluk? En jij bent helemaal niet voorbereid. Voor het eerst Life is Pedro hier aanwezig. Je hebt waarschijnlijk geen horoscoop voorbereid. Nee. Nou, top. Geniet van de aflevering met Matthias. Know you love me. I know you care. Wish I would never. Would never. And I'll be there. Oh, I'll be there. You are my love. You are my love. You are my heart. And we will never, ever, ever be apart. Yeah, yeah. Are we an item? Huh? Go quit playing. We're just friends. What are you saying? Said there's another. Look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time. And I was like, baby, baby. Oh! We hebben letterlijk samen in een karaoke booth gezongen. We moeten echt fucking een boyband. Eigenlijk zouden we moeten doen. Ja. Gossip Guys. The Gossip Guys. The Gossip en dan zo, we are the Gossip Guys. Shh. Je hebt direct al een promo video in je hoofd. Onze eerste album heet Church Baby Girl. Ja. Misschien moeten we eerst beginnen. Misschien moeten we eerst de podcast starten. Want, hoor mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy Podcast. Ik ben in de Scholtens, maar dat weet je waarschijnlijk als je op dit kanaal kijkt, want dit is op het Clips-kanaal, de eerste podcast die daar ooit crazy neer zal komen, terecht zal komen, what the fuck. En vandaag zit ik hier met Matthias Vallon. Yes. Matthias, voor de mensen die niet goed weten van wie dat jij bent, van waar zouden ze kunnen kennen? Ik ben de enige echte editor. Van de enige echte in de Scholtens. De afgelopen 50 meer podcasts? Zoiets, ja. Heb jij geëdit? Zeker. Mijn video's heb jij geëdit? Yes. Elke TikTok van de afgelopen weken, elke maanden. TikTok. Crazy. Elke dag zou eigenlijk bijna... Ja, eigenlijk is het wel echt een dayjob geworden. Ja. Crazy, hè? Ja, maar ik vind het heel nice. Het is echt heel intensief, het tempo waarin we de laatste tijd content gemaakt hebben. True. Ik ben heel tevreden met de dingen die we de laatste tijd hebben gepost. En aan de respons op... De kanalen, alle kanalen eigenlijk te zien. Zit het wel oké momenteel? Zeker. Ik denk dat we niet mogen klagen. Nee. We zitten hier nog met iemand in de studio. William, avondmaal. Waar boys zit hij juist? Ik zeg gewoon in de studio, maar waar is hij? In Wakanda. Wakanda, oh shit. Wakanda forever, baby. Ja, dat heb ik ook al moeten doen op de première voor een story. Dat was wel een beetje cringe. De video staat ook ergens online. Ja, dat was inderdaad een beetje ongemakkelijk. Ik weet niet, ik stond daar zo met een mocktail in mijn hand te praten. Kun je even Wakanda Forever komen doen? Die mocktail. Een mocht op je schouder. Ja. In ieder geval, van waar zou je nog kunnen kennen? Want dat is niet alleen yes editing. Ik heb vroeger veel YouTube gedaan. Uh-huh. Dus, nog voordat ik ermee begonnen was? Ja, heel in 2015, denk ik. Nooit echt verder meegegaan. Ik ben aan de filmschool begonnen in 2019 heb ik gezegd van... Geen tijd meer voor. En zeker met hoeveel wij nu doen, zou je dat waarschijnlijk niet kunnen combineren. Nee, 100% niet. Daar ben ik daarmee gestopt. Eigenlijk meer gefocust op dingen editen voor andere mensen. Ja. Dan ben ik nu recent gestopt met studeren. Afgestudeerd. Dus nu ben jij eigenlijk, fulltime in de school. Dus Gossip Guy podcast editor. Zieke titel. Dat staat ook op uw LinkedIn-pagina. Ja, fulltime eigenlijk editor. Niet dat doen. Ah, zitten jullie op LinkedIn ondertussen? No. Nee. Ik heb wel zo. Alleen. Ja. Ik moest, dat was een van de opdrachten die we moesten doen voor het show. Echt? Ik heb een jaar filmschool gedaan, een half jaar heb ik gestopt, want dat was te abstract. Dus dan ben ik media en entertainment business gaan studeren. Mm. En dan heb ik nog een jaar digital media manager bijgestudeerd. Maar dat is allemaal, dat draait allemaal rond social media. Mm. Dus als je dat niet hebt, ben jij niet goed bezig. Oh, ik heb de laatste lessen gegeven ergens in Anno West. En zij moesten voor hun lessen
een Instagram-account aanmaken. Ja. Dus effectief, die dingen worden wel gedaan. Ja, in richtingen zoals social media content creation en zo, dan snap ik dat wel. Maar is dat effectief een richting trouwens? Social media content creation? Zou dat ondertussen niet een richting zijn? Ik vind dat echt de grootste bullshit. Er zijn mensen die dat waarschijnlijk studeren. Maar kun je dat voorstellen? Je komt van de schoolbanken en je denkt... Ik wil social media content creation gaan studeren. Maar die richting die ik heb gedaan, was een van de... Allee, dat was nog maar 2 jaar. Dus dat is echt een recente richting. En letterlijk, we hadden montage was een vak, video was een vak. Maar dan had je ook zo de dingen van business, marketing, al die dingen. En letterlijk, ik moest voor vak video en montage moesten wij content maken voor bijvoorbeeld Telenet en onder andere. Dus dat bestaat effectief. Oké, ik ga terugkomen op mijn woorden, hè. Want... Je bestaat er een social media... Ik ben niet anti-content creation, hè. En leren video editen en zo, en grafisch ontwerpen en zo, ben ik allemaal niet tegen, hè. Maar gewoon, als er een job zou zijn, een studie zou zijn van hoe word ik influencer, en ik ga het u leren op de hogeschool ergens, dat is wel bullshit, hè. Daar kunnen we het allemaal over eens zijn, toch? Dat kunnen jullie leren. En in deze is tactisch stil. Jij geeft die lessen. Dat is uw broodwinning. Dat is niet exact wat... Dat is niet exact wat ik geef. Ik ga nooit... Hoe word ik influencer? Ik zeg gewoon... Er is een bepaalde structuur in de video's die we maken. Ja. Er zit een soort pseudo-wetenschap of zo op den duur. Achter. Ja, hoe dat je aandacht van iemand kunt grijpen en die kunt aanhouden, dat is niet altijd even makkelijk. Ja. Dus op die manier zit er wel een soort structuur ook in onze podcast zelfs. Ja, maar jij garandeert toch niet zo van... Kijk, volg, schrijf u in en ik maak van u een influencer. Nee. Zo die maandelijkse cursussen binnen de maand heb je 10.000 volgers. Ja, zo van die shit. Hoewel dat er wel steeds meer mensen vragen of ik een soort video kan maken om uit te leggen hoe dat je een podcast start. Maar het ding is, ik wil dat heel graag doen, maar het is allemaal een leerproces van 5 jaar. Ja. Snap je? Dat ik kan zeggen hoe ik het heb gedaan, maar ik kan nooit zeggen van... Als je dit doet, heb je hetzelfde bereik of dezelfde podcast als ik. En mensen denken ook dat wij ondertussen misschien al een heel waterdicht systeem hebben gecreëerd. Dat is bullshit, hè? Bullshit. Dat is echt bullshit. We zijn echt nog allemaal... Ja. En eigenlijk, niemand kan er beter over meespreken dan jij. Feit. Want er zijn de laatste tijd, op het moment dat we dit aan het opnemen zijn, kinda veel fuck-ups gebeurd. Er zijn, dingen die verwijderd zijn geweest, beelden die... Ja. De video's die nog ondertiteld moesten worden, maar... fucking 40 minuten lange podcast, dat het dan letterlijk 10 minuten voordat hij online moest, af is of zo. Ja, maar dat is raar om te zeggen, maar dat is eigenlijk een soort gewoonte geworden. Maar ik vraag me soms af, dat is echt oprecht, waaraan ligt dat? Want ik weet dat ik altijd, als ik schoolwerk moest doen, was dat ook altijd vrij last minute. En dat weet ik, dat was gewoon volledig mijn werkethiek. Maar ondertussen waren we 2 weken lang, omdat we een week de aflevering verschoven hadden, om het allemaal af te krijgen. En toch is er altijd op het laatste moment, denken wij nog aan shit, van eigenlijk niet dat. Er komt nog altijd iets bij. Altijd wel iets dat je denkt van, eigenlijk, misschien moeten we dat toevoegen. Of misschien... Ja. Dus soms werken wij gewoon echt 2 weken aan een aflevering. Feit. Laatste minuut denk je van, misschien moeten we dat doen in die intro. Mm. Of misschien moeten we die subtitle of iets anders, of dat in beeld brengen. En... Dat is zo technisch. Het is heel technisch, maar uiteindelijk, it works out. Hoe is uw proces momenteel bij het editen van een podcast? Zit daar een bepaalde structuur in? Ja. Dus jij komt thuis... Ja. En er stuurt u alle files door. Je hebt video, audio. Jij zit achter de computer. Hoe start jij? Dit is zo day in the life. Ik begin sowieso met de audio. Dus soms als ik de audio niet heb, dan kan ik gewoon niks doen. Dus dan is het gewoon wachten. Alles synchroniseren. En dan gewoon echt... dat is wel vrij technisch. Ik denk ook dat je niet moet inhouden met technische zijn. Want ik denk dat deze podcast... Ja, true. ...wel echt bedoeld kan zijn voor mensen die daar wel geïnteresseerd zijn en misschien al wel kennis hebben in videomontage. En anders edit je het eruit, hè? Ja, ik heb echt wel... Ik voel mij wel zo... Ik weet dat ik deze ga editen. Ik kan letterlijk alles zeggen wat ik wil. Ja, je bent letterlijk kwaad. Nee, ik kom thuis, ik zet die camera's onder elkaar en ik maak daar een soort nieuwe layer van waar ik in kan cutten. Dus eigenlijk een soort van live cut systeem. Die 4 camera's zitten in 1 layer. Jij praat, ik cut naar jou en daar praat ik cut. Dat is eigenlijk... Het is... Nee. Dat is omdat jij zei, het gaat keitechnisch worden. Nee, sorry, zeg maar weer. Nee, dus 4 layers. Ik was ook zo echt keibegaand. Ik was ook echt super geïnteresseerd. Goed, want ik was aan het kijken van... Oh, wow, Willy is hier echt mee. Hoe gaan we dit funny maken? Ja, eigenlijk mag ik dat niet te veel doen. Jawel. Nee, het is gewoon in het begin, toen je podcast iets simpeler waren en niet te veel segmenten en... was effectief gewoon een uur aan een stuk gewoon knopje. En nu is dat letterlijk elke pauze van een seconde. Iemand die inademt of even zo doet, dat gaat er altijd uit. Mm-hmm. Ik ben dat nu zo gewoon geworden dat dat wel voor mij een ding is dat automatisch gebeurt. Dus ik zit daar niet brain dead voor mijn computer of zo. Maar kut wel echt effectief. Soms zijn dat 1,5 uur, kut ik na 40 minuten.
En dat is een skill die ik mij nu heb aangeleerd. En ja, dat komt wel wat werk bij kijken. Ja, zeg het mij als het niet waar is. Als jullie het wel merken, laat me weten. Maar ik denk niet dat je echt hard merkt hoeveel stukjes er uitgeknipt worden. Effectief. Al de arms, stiltes, ongemakkelijke momenten. Of als, stel dat Willy iets aan het opzoeken is op de computer. Dat zal nooit stil zijn op dat moment. Nee. Omdat elke stilte, elke arm, wordt er zo uitgeknipt. Ja. Persoonlijk kijk ik wel ook nog vaak graag naar langere shows waar dat ook ademruimte is of zo. En ik denk dat wij ons ook wel onze tijd is, omdat we over serieuzere onderwerpen praten en dat soms wat rustiger is. Maar iedereen doet die podcast waar dat elke te horen is. En ik vind het juist nice dat we ons best doen om er tussenuit te schieten of zo. Ja, sowieso. Omdat iedereen heeft tegenwoordig een podcast. Er komen er alleen maar meer bij. Ik weet van de helft van mijn vrienden dat die ook allemaal een podcast willen starten. Maar het is gewoon de vraag, hoe zien wij dat wij er tussenuit schieten? Eruit springen. En ik denk dat gewoon zal blijven lukken, doordat wij het interessant houden, visueel. Sowieso. Vind jij het ook een beetje oké, de podcast tegenwoordig, Willy? Absoluut, 100%. Mm-hmm. Oh, maar die co-host vind ik echt wel niet nice. Nee. Ben een lul, hè? Ja. Wat is voor u het grootste verschil sinds dat jij begonnen bent? Want de allereerste podcast die je geëdit hebt, is Chucky Beats. Chucky Beats. Dat is lang geleden. Hè? Dat is fucking lang geleden. Moet ik eens gaan tellen hoeveel podcasts dat zijn? Yes, please. Aflevering met Chucky Wes. Oké, wat is uw gok? Ik wil 110 zeggen. 114? 114! Ergens in de mindset het nog. 114. Cool. Dus dat betekent dat we 64 afleveringen al samen gemaakt hebben. Zoveel? Of 46. Nee, 46, 140. Ja, ik heb gewoon discalculeerd. Letterlijk afgelopen half jaar denk ik dat we elke dag contact hebben via het overkomen. Oh, sowieso denk ik. Er was een moment gekomen dat jij zei van, of dat ik een podcast had afgewerkt, dat super lang aansleepte, dat jij zei van, ik ga je nu 2 dagen met rust laten. Ja. Ik zo, wow. What the fuck? Eigenlijk ben wel zot. Ja. Dat was zo, als je daar echt op let, we zijn effectief wel elke dag in contact. Ja. Over iets, al is het over een TikTok, over een brand deal of zo. Mm. Ik wou dat ik dat kon zeggen nu, maar vanaf 31 december laat ik u echt even een tijdje rust. In januari neem ik even een rustmaandje. Dat is goed. Maar niet te lang, hè. Nu al hebben. Heb jij soms niet het gevoel dat ik u te hard laat werken? Maar je betaalt mij. Ook dus, waar? Nee. Alleen nee. Je weet dat van je eigen ook, dat je soms wel zo perfectionistisch bent op iets. Ja. Dat je zegt van, dat nog anders. Uh-huh. En dan, dat lijkt niet veel, maar dan uiteindelijk is dat wel een beetje werk voor mij of zo. Maar dan, allee, ik snap wel altijd, het is altijd wel meestal een verbetering. En dan doe ik dat graag. Heb ik ooit al iets gezegd waarvan je dacht van, deze maakt de video eigenlijk minder? Of deze is niet nice? Ik kan gewoon, hè. Maar als je het zegt, ben je ontslagen. Zo. Nee, ik denk het niet. Allee, maar het ding is, jij toestaat wel ook altijd eerst af. Mm-hmm. Van, wat denk jij ervan? Als ik zeg van, dat is onnodig, dan ga ik altijd zeggen dat is onnodig. Mm-hmm. Wat was voor u uit de 46 afleveringen dat jij geëdit hebt echt de kutste podcast ooit? Maar bedoelt je qua inhoud of qua edit? Qua editing of qua inhoud, bro. Speel dat. Nee. Ik weet qua edit. Everdrop. Everdrop. Ja? 100%. Dat was fucking lastig. Dat vond ik zelfs. Ja, om je te blijven vragen. Het kutte daar was dat. Het was toen fucking warm. Mm-hmm. En er stond een grote ventilator op. Hier, op de microfoons. Ik moest letterlijk elke keer als iemand sprak, moest ik de audio van de rest eruit knippen. Om dat altijd zo. Maat, als je die tijdlijn ziet, dat zijn piramides, dat zijn straten. Je had gewoon een hele empire gebouwd. Heel verschaving. Dat was echt zot. Maar het ding is, dat was een challenge, maar dat was een heel nice podcast qua inhoud. Ja. Ja. Dus dan uiteindelijk, als die af is, is dat wel gewoon. Ja. Ik denk ook dat er niemand is dat ons al vaker heeft horen praten dan jij. Man. Wow. Uren. Het leuke is ook effectief, ik krijg zo een soort behind the scenes van alles. Ja. En hij stuurt mij shit door, al zijn het vlogs, al zijn het intro's van podcast, waar ik gewoon puur de raw footage krijg. Ja. En dat geeft een gevoel van vertrouwen ook, want hij weet ook gewoon dat ik daar niks mee vaak bro, jij hebt echt wel macht over ons. Ik heb macht. Jij moet letterlijk deze doen en je cancelt ons allebei. Ik denk dat ik gewoon ook. Ik heb een mapje ergens op mijn computer staan. Bro. Nee. Waar bijvoorbeeld zo cuts in zijn of zo van Willy scheet. En dan is dat gewoon een 2-seconden file. Van jij die zegt, amai, dat was tof. Zo fucking hard. Ik dacht dat jij ging zeggen, ik heb een mapje met alle dirt dat ik heb. Ja, alle fucking cancellation mapje. Nee, dat niet. Is er iets dat je ooit ons hebt horen zeggen, dat je dacht van, wow, dat is zo heftig? Nee. Edgy? Dat was dan flink. Of je lacht zelf mee en dan ben je medeplichtig. Ja, exact.
Ik denk dat dat ook zo medeplichtig. It's a crime. Nee, maar omdat jij constant onze stemmen hoort en zo, zijn er dan momenten dat je zo trekjes of zo begint op te merken, of dat je dan zo... Ja, maar hij, hey, what the fuck. Maar we hebben het er zelf over gehad. Uw fucking stopwoordjes. Ait, sick, cool. 100%. Ik weet dat. Dat zijn de woordjes die ik zeg wanneer ik al aan iets anders aan het denken ben. Ja, 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 maar dat is puur automatisch. Dat is eigenlijk gewoon uw anyway. Anyway zegt ook heel veel. Hè? Anyway. Anyway. Ja. Anyway. Ait, sick, cool. 100%. Anyway. 100%. Die stopwoord... Oh, maar dat is oké, dat is letterlijk normaal als je een podcast hebt. Hè? Maar voor mij is dat dan heel erg... Iemand zegt iets en ik ben ondertussen aan het denken... Oké, wat is het aan het volgende onderwerp? Ja, ja, ja. Ait, sick, cool. En dan... Ik weet soms niet wat dat die zeggen. Maar het ding is, dat valt niemand op, ja, buiten mij. Uit, sick, cool. Anyway. Anyway. Hebben wij een knutselsegmentje? Niet te enthousiast, hè? We zullen eens zien hè, of dat we nog iets in de doos hebben liggen, hè? Want dat is hier... Yes, play my ice. Ik was ook aan het denken. Jesus. Oeps, dat is fucking kut. Dat was hard. Maar ik hoop dat dat niet open gaat. Dat gaat open gaan, hè? Nee, fuck it, do it. Ja, niet zo gooien. Nee, dat gaat dan zo... Woef! Damn, let's all right. Go. Geef er mij ook eens een. Een blauwe, daar worden je tanden zo blauw van. Gaan we maken, Willy? Gaan we maken? Dat is zien. Dat is een van in de collectie met ons. Ja, dat is ook een mic die nog gebruikt kan worden door toekomstige gasten. Dus hopen dat zij niet kijken. Wat gaan we maken? Ja. Stop met ervan te eten, gast. Dat is mijn vierde. Fuck, wat gaan we maken? Sorry. Maar stop met ervan te eten, gast! Ga het ook aan het eten? Maar alleen stop ermee, hoe oud zijn jullie? Doe eens gewoon een chubby bunny. Chubby bunny, twee maatjes. Een chubby bunny challenge. Eén. Chubby bunny. Chubby bunny. Ik ga fucking lang doorgaan, hè, dus. Chubby bunny. Twee tegelijk vanaf nu. Oh shit, chubby bunny, bro. Chubby bunny. Ziet er al niet uit. Chubby bunny. Fuck. Zit aan 8, hè? Chubby bunny. Ah, ik weet het al niet meer. Chubby bunny. Oh, fuck you, wow. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Goed dat ze binnen het anti-gifcentrum bellen, dat je wel pigment binnen hebben. Chubby bunny. Ik heb 4 vanaf nu. Oh, chubby bunny. Chubby bunny. Ja, ja, dat is op het puntje komen dat jullie gewoon een heel dos playmice naar binnen aan het schrokken zijn. Chubby en jij ze echt aan het kouwen. Chubby bunny. Chubby bunny. Oh, ik denk dat jij wint. Jij wordt ervoor betaald. Besef, deze is je job. Man. Doorslikken? Wat af? Nee, doorslikken, man. Nog man, uw kek gaat alle kleuren van de regenboog hebben. Oh. Dat was niet geweldig. Dat is niet super lekker. Ik heb echt die doos gehaald. Die doos was vol, hè? Was dat het segment? Ik denk dat dat het was. Dat was wel creatief. Dat hebben we nog nooit gedaan. Dus stik je tong eens uit. Hè? Dat is helemaal hey, nu is erger. Nu is erger. Dan dat. Ja, ja. Maar wat de fuck zijn ze hier? Wat zijn er binnengekeld? Ik heb wel echt veel binnengespeeld. Ik kan opbreken de podcast heel even, want er is één gossip goal die ik vergeten vermelden ben aan het begin van deze podcast, namelijk het zoeken van sponsors. En die hebben we nog steeds niet gevonden. Misschien volgend jaar, I don't know. Maar wat ik wel wil promoten, wat ik even wil mededelen, is dat dit jaar er weer een decemberseizoen aankomt op mijn main kanaal. Er gaat heel veel veranderen. Ik ben fucking hyped. Dit weekend is Black Friday sale geweest. En ik wou gewoon even dankjewel zeggen aan iedereen van jullie die een koffiemok heeft besteld. Ze zijn onderweg. Thank you very much. Dit is de effectiefste manier om deze podcast te sponsoren. Thank you. Niet aan de rest van de podcast. Om nog terug te komen op waarvan mensen mij zouden kennen, is deze zomer heb ik meegedaan aan het programma. Oh, we hebben het nog niet eens over yet? Nee, inderdaad. En dat is wel gewoon een big ding. Homo universalis. Yes, sir. Heb jij je sleutel langer bij? Nee. Ik wil deze fles bij. Is, maar ik vind het gewoon... Ik vind het fucking cool, hè. Maar dat staat ze gewoon... Universalis is een te klein lettertype. Ja. Dus als je van op een afstand kijkt, dan staat er gewoon homo op je ding. Dat is ook het ding. Nee, iemand van mijn familie had dat gezegd tegen haar vrienden. En die zo, ah, tof. Maar die ziet er toch niet zo uit dat hem voor de mannen valt. Oh, ik zeg, what the fuck? Ja, homo betekent wel gewoon mens. Ja. Ja. Ik denk gewoon dat de branding soms wel ongelukkig is en een fout, en voor sommige mensen makkelijk fout te begrijpen is. Ja. Ja, ja, ja. Zo blijkt. Ja, zo blijkt. Het is effectief gebeurd. Maar dus, effectief, het was geen programma
Zo was dat. Je moet dat niet verklaren. Dus wat hield dat programma in? Het is een programma, Belgium Squid Game, waar mensen niet in vermoord worden. Jammer. Dus dan denk je, ga ik het zeggen of ik Dus je bent met 100. Er waren 17 opnamedagen en elke dag deed je 6 proeven. Spelletjes. Echt zo creatieve spelletjes. 10 afleveringen. Van waarin 10 opdrachten werden gespeeld. Wel echt, om te beginnen, met respect dat jij 1 for free zoveel dagen van je leven en je tijd en energie hebt opgeofferd om daar te zijn. Even, dat was een kei backhanded compliment. Nee, respect. Maar respect dat jij je tijd gratis weggeeft en echt gewoon je vrouw. Hey, merci dat voor u uw leven blijkbaar helemaal niet zo belangrijk is. 100 mensen doen mee aan het programma. Ja. En ze pakken 70 mensen uit de inschrijvingen. Ze kijken wel wie is, want ze willen niet goede matches uitkiezen. Ze willen niet weer dezelfde draad. Als je niet dubbel. Oh, fuck, wat gaan we nu doen? We hebben onderrosten. Dus 70 mensen werden gekozen uit de inschrijvingen en 30 mensen hebben ze zelf gekozen. En ik zat bij die 30 mensen. Die zelf. Dat is echt gelijk de Hunger Games. Ja, dus ik kreeg een DM op Instagram van, hey, zou je willen meedoen aan Home in Versailles? Eerlijk, ik wist niet wat dat was. Ja, ik dacht gewoon van, fuck it. Ik heb nog nooit zo aan zoiets meegedaan. Dan heb ik opgezocht en dacht van, dat lijkt mij wel iets cool. En ik denk wat ik daar zo goed zou doen. Ja, en jij smijt ook wel gewoon vol een bak dan, hè? Ja. Dat vind ik wel gier om te zien, want ik heb een paar fragmenten gezien. Ik ga echt fucking full 100% gewoon. Maar ik snap dat, want ik ben ook wel gewoon zo. Ik dacht van, als ik fucking 17 dagen van mijn leven dat ga doen... Kun je beter winnen. Ik ga alles eraan doen om te winnen. En de crew vond dat niet nice. Oh. Er was een proef. Inside scoop. Er was een proef, proef 42, waar er 42 confetti-kanonnen in de zaal stonden. Hey, ik ben Matjes van de Toekomst. Ik heb die proef niet zo goed uitgelegd in de podcast. Dus hier is een beetje meer context. Er stonden 42 confetti-kanonnen in de ruimte en aan elk confetti-kanon hing een cijfer. We moesten eerst met z'n allen deze rebus oplossen en dan bij een van de confetti-kanonnen in de ruimte gaan staan. En degene die bij het confetti-kanon ging staan met de juiste oplossing van de rebus, die ging af. Het ding is, ze zijn daar op alles en ze controleren alles. Dus ik dacht, het zou toch niet zo makkelijk zijn dat op elk confetti-kanon bijvoorbeeld de kleur zou staan en dan op één confetti-kanon niks of zo, of een andere kleur zou staan. Ik dacht, rood. Ze doen de scènes, zo, waar ze de proef uitleggen. Dan had je even tijd om gewoon even te babbelen over de proef. Van, wat denk jij dat gaat gebeuren? En ik was aan het rondstappen en ik was elk confetti-kanon aan het checken. Mm-hmm. En stond white, white, white. En op één stond empty. Maar ik had één goede maat, Lucas. En ik ging naar Lucas. Ik zeg, dat is die? Je moet die niet pakken, want dat is de foute. Lucas, oké. Kijk zo achter mij. Er zijn 3 mensen mee aan het luisteren. Die 3 mensen... Oh, zo, dat ding is... Jij hebt gewoon een proef verneukt. Ik heb gewoon een proef verneukt. Dus dat was bij de crew gekomen. Ja, maar sorry, maar dat is niet uw schuld. Hè. Dat is inderdaad niet mijn schuld. Maar het ding is, die crew is heel... Ik snap het, hè. Die werken daar maanden aan. Ja. Die verzinnen al die proeven. Die steken keihard moeite in. En zo'n ene fucking grapje. Als dat alles gaat checken, je moet niks zien. En ik snap dat dat kut voor hun is. Heel die fucking... 42 mensen terug naar boven, heel die proef terug anders, andere rebus, andere oplossing. De hoofdleider van die de spel heeft verzonnen was fucking pissed. Ja. En zo, het boeit mij ook niet wie het is en wie het heeft gezegd. Maar die wist 100% dat ik dat was. Ja. Dus die was zo tijdens zijn uitleg, was hij zo even zo naar mij aan toe. Ja, het is zo, ah, shit. Kijk naar niemand. Ja, ik kijk naar niemand, hè, Matthias Mars. Maar inderdaad, don't hate the player. Hate the game. Ja, maar sorry, man. Iedereen kon lezen dat dat leeg was. Dat stond erop geschreven. Nee. Ja, dat stond er in die mini klein. En jij mocht erdoor wandelen voor het proef? Ja, ze hadden niks gezegd. Even, je kunt een jaar lang gratis reizen winnen, ter waarde van €18.000. Ik doe mee. Ik ben de laatste 42. Ik ga er alles aan doen om te winnen. Ja. Je had dat echt gewoon voor je eigen moeten houden. I know. Ik ben die opdracht misschien niet verloren, hè. Nee. En het kan rekenen, hè. Ja. Nou, degene die was verloren in die opdracht, heeft gewoon niet gerekend. Een half uur uitgesteld door mij en iedereen was zo pist. En vanaf dan ben ik zo voor de andere kandidaten ook zo degene geworden die altijd wilt vals spelen. Oh. Dus dan was iets minder leuk, maar uiteindelijk... Dus jij had een slecht imago eigenlijk. Ik had wel de laatste paar dingen waar er wel een paar mensen van stop mij vals spelen. Echt? Jij wordt een beetje de bad boy gewoon van de week. Jij bent de bad boy van Home Universalis. Wacht, je voor sommige mensen echt zo de vals spelen? Nee, maar ik weet het, er waren een paar kandidaten, ik kwam met alle kandidaten heel goed overeen, en die zo de paar laatste dagen zeiden van stop eens met die man, stop daar eens mee. Hè. Speel nu eens gewoon echt het spel. En ik van, ik speel gewoon het spel. Ik speel gewoon slim. Vals spelen is ook spelen. Ja. Het ding is, ik had nooit de bedoeling
om hun spel op te fucken. Maar voor 18k aan reizen, bro. Je zou dat toch zelf wel. Dat is niet vals spelen. Nee, ik kan ook niet vals spelen. Dat is overanalyseren. Tuurlijk niet. Gewoon. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon slim zijn. Maar ik snap het. Na de finale was er een soort afterparty. En heb ik gewoon gezegd tegen Elias van, ja, het spijt mij dat ik zo een beetje het annoying vindje was dat alles probeerde achterpoortjes te zoeken. En dan zei hij, ik snap het. Het was mij totaal vergeven. Maar op het moment, ik snap het, dat zijn lange draaidagen. Om van half acht tot fucking 6 uur 's avonds. Mm-hmm. En dat is kut als er dan zo van die kandidaten zijn die proberen achterpoortjes te doen. Dus ik snap het. Maar het was mij wel gewoon gelukt. Ja, maar niet helemaal. Hè. Maar niet helemaal. Nee. Ja. 16. Want dan komen we eruit. Nummer 16. Wel gewoon 84 minuten uitgespeeld. Hè? Ja, dat is wel waar. En dan fucking is de opdracht waar ik een flos draad naar boven moet. Dus je moest op een verhoogje gaan staan. Iedereen kreeg 2 meter flosdraad in zijn mond waar een snoepje aan gebonden was. Jij moest dat dus gewoon maar met je mond... Flosdraad? Flosdraad? Als in voor je tanden? Dat is meestal wat de flossen is. Geen snoepveterig? Nee. Hij had een snoepveterig gezegd, hè, man. Nee. Maar jij liggen liberaal aan een flosdraad van 2 meter lang. 2 meter, dus je moest dat... Maar het ding is, ik heb dat dom gespeeld... Want ik wou... Dat outsmarten. Ik wou dat outsmarten. Ik weet niet waarom ik dacht dat dat slim was, maar ik heb dat tussen mijn tanden gestoken, omdat ik dacht van, anders ben ik dat kwijt of kan dat vallen of whatever. Maar het ding is, ik had dat zo vast tussen mijn tanden gestoken, dat als ik dat naar binnen dingen, dat terug kwam naar waar ik dat had gestoken. Snap je? En wat de rest heeft gedaan, effectief, er zijn een stuk of 6 mensen die gewoon dat hebben ingeslikt. 2 meter aan Nee, gewoon zo de eerste paar centimeter ingeslikt en dan gewoon... En aan het eind van de proef... Ja, effectief. Ik heb vieze shit gezien, man. 7 op de grond. Disgusting. Dat lukte gewoon met mij niet. En dan het ding is, ze reshooten dat. Omdat ze meer dus je moet dat 3 keer, die flosdraad. Ja, ik heb dat 2 keer moeten doen. En waarom doe je dat een 2e keer weten dan dat je verloren bent? Ze willen reshooten van meer angles op Matthias, want die gaat verliezen, snap je? Gewoon... Jij is ook verliezen. Dus jij bent zo al verloren. Je hebt al... Ja, dat is het ding. Je bent verloren en dan moet je nog eens dat doen. Echt? Ja, om zo betere angles te hebben. Dat is TV, bro. It's crazy. Je ziet ook gewoon sommige shots dat mensen al gewend hebben. Fuck, man. Oké, goed om te weten. Dus als er iemand een vinger verloren was of zo? Ja. Dat hij dat gewoon nog eens moet verliezen. Anderhand. Anderhand. Je hebt toch 2 pinken. Oké. Oké, er is heel veel shit uitgeknipt. Aan mensen die boos waren omdat ze een proef hadden verloren, dat ze eigenlijk niet rechtvaardig vonden. Die zeiden, fucking Matthias, stop met fucking valspelen. Ja, ik valspelen. Al die shots. Ik wil nu weten wie dat gedaan heeft, maar maakt nu uit, Matthias, fuck you, Matthias. Ah ja, het shot dat iedereen aan het zingen was, fuck you, Matthias, fuck you. Is eruit geknipt? Ah, jammer, ik heb dat wel willen zien. Ja, man. Wat is zo'n shot dat je dacht van, waarom hebben ze dat niet gebruikt dan? Of andersom, zo'n shot dat je denkt van, waarom the fuck hebben ze dat nu weer gekozen? Echt van die minst flatterende shots van ooit. Ja, bij mij viel dat nu wel goed mee. Je moet verwachten dat is uitleg-tv soms. Ja. Mensen geven bijvoorbeeld een boxje aan de interviewer en die box niet terug. Oef. En die staat daar zo'n minuut zo. Dat wordt allemaal gewoon uitgezonden. Ja. En dus, ik heb nooit echt de camera opgezocht. Ik heb gewoon altijd de camera naar mij laten komen en heel spontaan geantwoord op dingen. Dus ik wist dat er niet veel dom van mij op tv zou komen. Het was een heel leuke ervaring. Geen spijt van omhoog. Nee, tuurlijk niet. En ik denk dat 16 gewoon ook wel een goede plaats om te eindigen. Hmm. Ik ben er niet voor betaald geweest. Ik heb er 16 dagen van mijn, 17 dagen van mijn leven ingestoken. Echt respect, by the way. Nee, maar dat was echt geen backhanded compliment. Want hoe dat je dat hebt omgedraaid op TikTok, bro. Ja, ik vind dat wel. De content op je eigen socials. Want eerst wou jij een YouTube-reeks maken. Dan was dat voor copyright-redenen offline gehaald door de VRT zelf. Ja, maar dat was zo'n automatische bot die zo door je beelden gaat. Mm. Sommige delen waren dan copyrighted. Dus dan heb jij je genoodzaakt gevoeld om het op TikTok te doen, wat dat fucking wel effectiever was. Ja, maar ik had dat ook totaal niet verwacht. Ik wel. Niet de nummers dat jij nu had. Ja, maar ik wist dat als je volgens het format dat wij ondertussen toepassen, video's maakt over een programma dat populair is, of course dat zou dat werken. Ja. Voordat jij met mij aan het editen waart, voor mij aan het editen waart, maakte jij zelf YouTube-video's. Yes. Denk jij soms van, fuck, alle tijd dat ik in andere video's aan het steken ben, zou ik in mijn eigen video's kunnen steken? Nee. Nee? Nee, omdat... Ik heb die YouTube-video's die ik maakte, waren ook zo... Dat waren puur reageervideo's. Mm-hmm. Wat was het? Reageren op mensen die domme shit doen. Ik was wat 16 of zo en ik had een video gemaakt. Reageren op Musical.ly's. Dat werd fucking goed bekeken. En in die tijd was nog zo previews van die video op Facebook plaatsen. Yeah. In van die groepen van... Vind hier je vriendin... Vind hier je... Echt? Ja, zo... Een groep voor zo enkel 15-jarigen of zo. Of zo van die groepen van...
Doe die zot in Leuven of zo, van die domme dingen. Allee, van die... Ik heb net een YouTube-channel eens bekeken. Ik heb de Penalty Chili Challenge voor mij. Oh, dat is een legendary video wel. Dat is een legendary. Ik had je echt niet herkend. Ja, of nee, dat is... Jij bent gewoon een andere mens hier. Ik heb onlangs een video gekeken die af van YouTube gehaald was. In je YouTube-studio kon je die nog bekijken of zo, dat klein schermpje. Ah ja. Man, what the fuck, mijn stem. Ik dacht echt van, wie is deze guy en waarom probeert hij zo grappig te doen? For real, maar... Dat is de reden dat ik mijn eigen video's niet meer kan editen. Omdat ik dat ook vaak heb als ik mijn eigen shit terug bekijk. Ja, maar jij bent, denk ik, begonnen op een goede leeftijd. 18. Ja, ik was letterlijk, ik ben begonnen op mijn 15, denk ik. Ja, en zo ik de heb... awkward fase. Ja, maar het ding is, ik maakte een video of zo per maand, soms per twee weken of zo. Elke fase van mijn puberteit staat op het internet. Ja, ja. En je hebt wel echt nog wel oké views eigenlijk. En dan heb je zo ineens één video met meer dan 500.000 crazy views. Wat is dat? Stop met kussen. Ik woon met een dikke reet in je thumbnail staan. Het grappige is, aan die video heb ik 200 euro verdiend. Echt? Wow. For real. 200 damn, euro. Damn, dat is meer dan ik je betaal. Nee. Maar dat zijn zowel de video's die 12-jarige gastjes opklikken omdat ze denken van, oh, ik kan blote kont zien hier. Elke zomer, als kinderen tijd hebben, dan zie ik een stijging in die video. Mm-hmm. En dan kun je het ook zo de woorden opzoeken die... Als je die intikt, komen die op je video. Kussen in de klas, seksen met de juf, meisjes met vagina. Letterlijk de je kunt de search terms zien die mensen intikken om op je video te landen. Ja, for real, de gekste dingen ooit. Maar altijd seksgerelateerd, kusgerelateerd. Ja, maar ik zeg het, dat zijn jonge mensen die nog niet weten dat porno bestaat. Ja, die zo dingen opzoeken van... hoe moet je kussen? Dat ze zo verwacht van dat je zo mijn appel zo leert of zo. Ah, ja. Maar dan komen die op mijn video. Wow, welke video? Met een appel? Dat is toch zo'n hele cliché? Van, oh, ik ga vandaag met haar kussen, maar ik weet niet hoe ik met haar moet kussen. En dan zo zijn, ik heb letterlijk video's gezien van mensen die een appel vasthouden en zo dingen. En hoeveel van die video's heb je juist bekeken? Dus dat algoritme heeft mij gewoon geblest, denk ik. En ik denk... Vroeger was het zo dat je kussen intikte in YouTube en ik was de eerste video die er kwam. Dus dat is wel echt cool. Ik denk dat ik 230 euro of zo heb gekregen daarvan. Fuck me, dat is mijn hele paycheck van YouTube op een maand. No joke, dat was echt dat is bijna exact wat ik vorige maand heb verdiend. Ik heb nog een vraag. Oh, tell me, go ahead. Dus... Wat is je lievelingskleur? Wat zijn nog echt de doelen dat jij in de toekomst wilt bereiken met hetgeen waar je nu aan toe bent? Of niet? Of niet? Gewoon nee, of nee, heb je gezegd? Ja, dat wil ik eigenlijk niet bereiken. Nee, dank u. Dus wat ik nu wil bereiken? Goh, ik denk, nu dat ik die content terug ben beginnen maken, lijkt mij wel... Allee, ik wil sowieso daar verder mee gaan. Ik heb ook gewoon heel veel support gekregen online. Ergens in de toekomst wil ik sowieso nog wel iets met content doen. Mm-hmm. Alist, met u of whatever. Reageren op deze podcast. Ah, ja. Wow. Maak een video dat je deze podcast aan het editen bent en doe dan een reactievideo op de edit van deze podcast waar jij in aan het praten bent over het editen van de podcast. Jesus. En dan reageren op de comments op die video. Ja. Van jij die daar reageert op jij die daar een video maakt die de podcast aan het editen is. Die over de podcast. Over de podcast van u. Ja. Ik ben gestopt bij podcast. Ik was ook ergens afgehaakt, dus ik zei gewoon nog iets. Ik zei maar wat. Ik heb gewoon nog iets gezegd ertussen. Nee, ja, ik hoop dat wij nog lang samen kunnen werken. Nee, tuurlijk. Ik denk dat ook. Ik denk wel dat ook door de structuur die wij ondertussen hebben, ook al lijkt het soms heel chaotisch of zo, we hebben wel bepaalde dingen die nu zo strak afgeleid zijn en die zo vlot gaan, dat bijvoorbeeld laatst een campagnevideo geëdit was door iemand anders en dat ik die naar u doorstuurde en zei van, wat vind jij? En jij zei, oef, ik ga een beetje traag. Zo stom te zeggen, maar we hebben gewoon zo'n stijl, dat een beetje de huisstijl is geworden van alle socials, die alle dingen die ik ondertussen gepost heb, dat heel snel uit de toon valt als dat nu zo een andere editstijl is. Ja. En... Dus je zit gewoon aan mij vast. Ja, eigenlijk wel. Je hebt jezelf onmisbaar gemaakt. Ja, nee, maar echt, want ik weet nog de eerste keer dat jij zei beginnen editen voor u, dat jij letterlijk zei van, bro, Matthias snapt het. Je snapt exact wat ik wil doen. Maar dat is wel gewoon dat wij op heel veel vlakken dezelfde interesses hebben en zelf over dingen nadenken, ook gewoon... YouTube. Ik heb echt al zoveel video's doorgestuurd van dit is nice. Yeah. Maar gewoon van deze seconde tot deze seconde, dit is nice, dat moeten wij doen. Of zo super specifieke shit, dat jij dan ook wel gewoon direct registreert en dan onthoudt tegen de volgende edit. En dat dat dan elke keer beter en beter wordt. En dat bijvoorbeeld de video die geëdit was geweest door iemand anders, dat ik je gewoon die file heb doorgestuurd, dat je op basis van die beelden, dat je gewoon veel sneller hebt
opgeknipt en dat dat terug is doorgestuurd binnen het half uur of zo. Ja, ja. Dat we een video gefixt hebben. Ik ben heel... Ik kom altijd te vroeg. Ja. Dat is echt een soort... Ja, dat is zo'n drang bij mij. Van ik wil zo snel mogelijk dingen fixen. Ja. Komt ja. jij altijd te vroeg? Altijd. Ja. Op school? Fuck school. Als het boeit, hè. Ja. Als het boeit, ben ik altijd te vroeg. Ik stoor mij dan als ik te laat ben. Als jij mij geen deadline geeft, dan schuif ik dan naar achter. Ja. Ja. En dat vind ik ook wel heel nice aan hoe dat wij samenwerken. Ik zeg inderdaad, ik wil dat tegen dan af hebben. En ik ben dan zelfs nog lakser met wanneer dat online komt dan jij. Als een video, als ik zeg van ik wil dat om 6 uur posten en om 5 uur is de ondertiteling nog niet af en jij zegt van fuck, dat gaat minstens nog 2 uur duren, dan zeg ik oké, dan verschuiven we het naar 7 uur of 8 uur, is oké. Ja. Maar jij bent dan, jij wilt nog harder gaan dan ik soms. De podcast die jij gisteren hebt geüpload, ja? Het ding is, het was zo'n 6 uur, ik zeg, waar is de podcast? Ja. En zo 5 minuten later, hij staat online, ik zo, ja, ja. I don't know, ergens, dat knaagt hem wel, zo niet, omdat, ja, dat, ik wil niet zeggen, dat is OCD of zo, maar dat is gewoon zoiets wat ik, ja, ik heb dat gewoon graag als dingen effectief in mijn mind zo lopen, zoals ik het verwacht. Dat je ergens naartoe werkt en dat dan af is op het moment dat je gepland hebt. Yes. Ja. En nee, soms heb ik dat ook nodig. Letterlijk, dat is de reden dat wij samen zijn beginnen werken, omdat ik besefte, ik heb niet de tijd en soms ook niet de energie meer om eigen shit constant te editen. Ja. Dat past gewoon niet meer in mijn agenda en daarom blijf ik dingen opschuiven. En de podcast, aangezien die edit in het begin een pak simpeler was dan mijn vlogs, deed ik dat nog zelf. Maar daardoor gingen de vlogs steeds minder frequent online. Ja. Dus doordat wij zijn samen beginnen werken, heb ik ook eindelijk de tijd gehad om te beginnen nadenken over nieuwe content. Mm-hmm. Waarvoor ik u, by the way, fucking hard apprecieer. Maar dat heb ik ook al gezegd. I know. Off camera. Maar ik dacht, ik misschien ook eens in de podcast zeggen dat ik geen dikheid baas nee. Baas vind ik ook een raar woord. Ik vind dat leuk, om te zeggen. Ja, omdat maar jokingly. Ja. Jokingly, want dat is niet echt onze dynamiek. Tuurlijk toch? Niet. Maar... Moet jij niet papa zeggen, verplicht? Maar dat is off camera, guys. Ah. Stop. Ja, dat is inderdaad. Elk berichtje moet je afsluiten, papa. Papa. Ja, wie? Ja, wie? Ja, papa. Nee, ik weet niet, ik denk dat ik meer het gevoel heb, wij werken samen aan content. Ja, ja. En ik ben gewoon toevallig het gezicht van de video's. Jij werkt vaak langer aan de video dan ik. 100%. Want ik, jij ziet, je neemt zelfs mijn woorden al over. Alsof dat ik dat verzonnen heb, 100%. Sick. Ja, wow, sick, cool. Anyway. Nee, dat is gewoon een samenwerking. Want ik neem dan een uur lang op, ik stuur je die beelden, maar jij bent er dan wel uren aan bezig. Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik je gezicht. Je werkt zo lang, dat is gewoon... Ik zie je meer dan iemand anders. Als ik in mijn vriendengroep kom of zo en ik ben aan het vertellen over een podcast, oh, hij is weer bij de Ender geweest. Oh, ja, dat gebeurt bij mij ook, hè. Echt? Maar ja, tuurlijk, bro. Ja, maar ja. Bij u ook? Nee, dat gebeurt al vaak als ik zo vertel me waar ik bezig ben en dit is nu al gewoon een groot deel van wat ik doe, hè. Dan gebeurt dat wel gewoon dat mijn maten zeggen van, altijd Ender. Echt? Ja, dat gebeurt wel. Better be exhausted. De camera is uitgevallen. New camera. De camera heeft het begeven. Ik dacht dat nooit ging gebeuren. Ja, je hebt wel zitten pochen over die camera wel. Pochen, dat vind ik een goed woord. Pochen, ik weet niet waarom dat in mijn mind komt. Pochen, nee. Dat heb ik ook soms ik zo me betrap op van... Waarom de fuck ken ik deze woord? Ja. En hoezo heb ik dat nu ineens gezegd? Inderdaad. Dat ik heb dat veel als ik liedjes schrijf. Ah ja. Ja, dat heb ik niet eens over gehad. Jij maakt muziek. Ah. Ja. Engelstalig. Dat is helemaal vergeten eigenlijk. Ja, dat is wel even vergeten. Yes, Engelstalig muziek. Matthias. Waarover gaat de muziek? Waar is dat gebaseerd? Shit uit mijn leven. Liefde. Oh. Ja, vooral dat levenservaring. Over de podcast edits. Over de podcast. Over It was so hard again. Again looking at this guy. Oh, I hate him so much. Nee, ja. Veel uit mijn leven. Ik heb dat nodig om zo even dat te uiten in iets. Yeah. Omdat ik heel veel... Uitlaatklipje. Editen is een heel eenzaam ding. Mm-hmm. Ik zit heel veel alleen op mijn kamer. En soms neem ik een pauze van een uur waar ik gewoon puur muziek doe. Ik ben even met iets anders bezig. Ik moet even skip die podcast of skip die edit. Wat ik heel graag wil doen, het moment dat we hier boven zitten, wat dat echt hopelijk begin volgend jaar een ding is, wil ik die kant van het kantoor zou ik graag een soort editruimte maken. Ja. Dat gewoon echt een soort afgesloten ruimte is en dat jij daar zou kunnen zitten en hopelijk op dat punt een stagiair of zo. Dat jullie daar met twee kunnen zitten, dat die ook wat oftewel ondertitelingwerk of snippets of zo over kan nemen. Al die brol gewoon naar wie? Ondertitelt hij is in Engels of in Duits. Nee. Zo voice-over, zo dubben. In Japan zo. Ja, gossip guy Japanese, dat die gewoon inderdaad alles, elke... Gossip guy Espanol. Ja, of dat er gewoon iemand mee kan werken en dat je dan daarnaast opnamestudio's hebt en dat je dan, wanneer je het wilt of even geen ruimte meer hebt,
om nog verder te editen, dat je gewoon ergens anders naartoe kunt komen. Ik denk dat dat heel nice zou zijn. Dat je wel hier actiever aanwezig bent ook. Dat vind ik heel nice. Want ik zeg het, mm-hmm. Het is soms echt fucking eenzaam om te editen. En dan vind je gewoon nice dat, bijvoorbeeld, dat we deze vandaag doen. Mm-hmm. Want ik vond dat heel leuk toen je dat voorstelde. Ik dacht van, ja, let's do fuck, it. I love it. En, mm-hmm. En gewoon interactie met jullie. Ja, ik geniet er echt fucking hard van. Mm-hmm. Ik zou graag meer boys-only podcasts doen. Ik weet gewoon nog niet wat dat tempo moet zijn, hoe dat we dat structureren, of dat dat elke keer ook even high production value moet zijn als de alle andere podcasts dat we doen, of dat dat meer low, niet per se low effort kan zijn, maar laid gewoon back, wat meer laid-back is. Ja, dat ziek. Dus ik wil weten, ik moet nog uitzoeken hoe dat er best uitziet. Ja, ook, ja. Ik weet niet wanneer deze uitkomt, maar ik wil heel graag die nieuwe serietjes op, releasen op Gossip Guy. Ik weet nog niet hoe het er allemaal uit gaat zien de komende weken, jaren. Veel om ja. Over na te denken. Of dat we een aflevering als deze steeds elke week ook maken, als een bonusaflevering of zo. Ja. Dat wij telkens de aflevering hebben met de gast en dan een soort behind the scenes of bespreekpodcast ja. Waar we dan ook andere dingen kunnen vertellen. Ik zou dat wel doen. Ja. Ik vind het heel leuk om mee bezig te zijn met content. Mm-hmm. Want dat zit wel gewoon in mij. Ja. Klinkt ja. Niet zo raar. Maar zit er content in u? Het ding is ook gewoon, ik heb dat ook al gezegd tegen u, jij bent aan het doen wat ik tijdens mijn YouTube-tijden wou doen. Ik vind het gewoon heel sick al dat ik achter de schermen werk, maar het lijkt me ook gewoon fucking sick om dingen ervoor te doen. Ben je daar ooit jaloers op? Oprecht, hè? Dat is een heftige vraag misschien, maar ben je ooit jaloers op wat ik doe? Maar je komt uit een plek van slechtheid of zo. Ja, nee, jaloezie niet, want ik weet wat jij ervoor hebt gedaan om tot het punt van nu te komen. Maar ik heb zo het gevoel dat ik dat ook wel zou kunnen. Mm-hmm. Ik kijk op naar shit wat jij doet. Ik ga het mijn ego niet goed doen. Nee, nu met die TikTok shit heb ik heb dat bewezen dat ik dat ook kan. Ja. Ik denk dat ik dat wel ook uit mijn eigen kan doen. Ik denk dat ook wel. Ik ben er vrij zeker van. 100% bro. Ja. Ik denk dat ik geen betere editor ken dan u, no joke. Thanks. In uw categorie. Ja. Als het echt zo gaat over cinema en over ja, fuck dat. Kortfilmingen ja, en ja. Zo. Het gaat echt over YouTube en ja, maar dat is echt content. Dat is echt gewoon het niche dat ik heb. Dat is wat er momenteel gekeken wordt. En er zijn heel weinig mensen die dat kunnen, want dezelfde persoon die die video had geëdit die jij dan aangepast hebt, die is waarschijnlijk keigoed in het maken van bepaalde aftermovies of, of video's voor weet ik veel wie. Er komt zo een specifieke stijl bij kijken die we eigenlijk, kan je dat zeggen, dat we die samen wel ontwikkelen. Hebben. Dat ja, door dingen dat ik doorgestuurd heb, door opmerkingen die ik gegeven heb en dat jij dat effectief kon. Ja, ik denk dat we momenteel dat echt de perfecte formule hebben voor die social content. By the way, ik geef elke week een cadeautje aan iemand. Ik heb dat nu niet bij. Er is effectief een cadeau onderweg. Oh? Er komt een cadeau aan, maar serieus? Ik ga je dat later moeten geven. Want het is gewoon nog niet aangekomen. Hey. It's gonna be cool, though. Ja? Ja, en ik denk dat wanneer deze uitkomt, dat wel in orde zal zijn. Damn, man, thanks. Gewoon zo deze nooit laten uitkomen. Ja, stel je voor. Ik heb die zo klaargemaakt. Ik stuur zo na de edit inderdaad een ritje. Ik denk niet dat we die gaan posten. Nee, ik vond het eigenlijk niet zo'n tof. Ik vond het eigenlijk niet zo interessant. Nee. By the way, ik hoop dat aan de persoon die kijken, ik hoop dat jullie het interessant vonden. Want ik vind deze soort afleveringen leuk, omdat ik gewoon graag met jullie chill, eigenlijk. Ja. Maar ik weet niet hoe het is als kijker om dit soort dingen te kijken. Ik weet dat er veel technische shit besproken is. Er zou waarschijnlijk ook wel wat geknipt geweest zijn. 100%. Ja. Dit is ook wel een beetje een representatie van hoe dat wij normaal tegen elkaar praten. Dit had een conversatie offline kunnen zijn. Ja, perfect. Van wel? Dit is hoe dat wij een uur voor de podcast en een uur na de podcast gewoon chillen, normaal gezien. Ja, true. Dus laat weten of dat jullie meer van dit soort dingen willen zien, dan zoeken wij uit hoe dat we dat best doen, waar dat terecht komt en dat we daar een beetje een systeem ook weer achter zoeken. In 2023 ga ik in ieder geval heel veel nieuwe dingen proberen. Drugs. Drugs. En de volgende aflevering van de Gossip Guy podcast uit cocaïne. dat we zitten aan het mazzen hier. Dus dit bij de Antwerpse haven. Tijn niet ver te zoeken, niet. Tijn niet ver te zoeken, het witpoeier. Tijn gewoon een camionet vinden. Ja, tijn niks van ze, wie. Tijd voor het rapen op straat, wie. Die zeker. Hoe doet die, tijn waar je haren hebt, die. Tijn waren. Jij verbaast me echt nog vaak, jullie, weet je dat? Nee. Dat kan ook gewoon niet meer. Maar jawel, omdat ik zo het gevoel begon te hebben van, oké, iedereen, de energie is zo begint lager te gaan. Iedereen ik heb zo met een Red Bull opgekomen voor dekken. Stond er hier nog niet. Misschien ook beginnen. Dus oké, cocaïne, dat is dus volgend seizoen. Ja. Heb je nog iets dat je wilt vermelden, iets dat je kwijt wilt? Een waarschuwing aan de volgende mensen die ooit komen werken voor Gossip Guy Studios. Zijn er waarschuwingen? Nee, mag gewoon, hè? Ik denk het niet. Dus jij kunt in de edit toevoegen wat je wilt. Hè? Ik kan toevoegen wat ik wil. Zo'n voice-over. Zo. Ja, gewoon nu dat doen en dan in de edit playback gewoon. Doe zo. Hey, ik ben Matthias van de Toekomst in België. Is net verloren tegen Marokko. Fuck.
Nee. Oké. Okay. Waarom maak ik het mezelf zo moeilijk eigenlijk? Nu ga ik daar zo fucking lang mee bezig zijn. Ja, inderdaad. Je bent het voor jezelf echt moeilijk aan het maken. Ook door zo dingen te zeggen van, ja, dat mag je eigenlijk niet in de podcast. Zegt jij zelf. Ja. Ze zijn bij de Twitter-shout-out gekomen. Okay, een persoon die mij gepinde tweet op Twitter retweet, krijgt een shout-out in deze podcast. En stickers opgestuurd. Ja. Die mij uw adres op Twitter, zodat ik weet waar je woont en dat hij de stickers kan versturen. Jij bent de enige persoon die de intro van de podcast juist had kunnen doen, denk ik. Kunt je hem? Fuck, man, ben ik echt alles aan het overdenken. Warm mensen, welkom bij een nieuwe aflevering aan Gossip Guy Podcast. Mijn naam is Ender Scholtens en vandaag zit ik hier met... Boom, dat is hem, exact. Ik weet natuurlijk wie jij bent, maar voor de mensen... ik weet natuurlijk al wie jij bent, maar voor de mensen, voor de kijkers thuis die niet weten wie jij bent. En dan zo de naam zeggen, thanks om te kijken, ik apprecieer het. Denk dat jij het ook apprecieert? Oh, wauw. Ja, dat is wel confronterend. Dat is echt confronterend. Sick. Ik moet eigenlijk mijn langer beginnen maken. Ja. Vroeger deed ik echt een lange... Wat ben je welke manier? Je moet daar iets van variaties doen. Gewoon dat je zo... What up, mensen? What up, mensen? Wow, fuck is er eigenlijk op? What the fuck? Wacht, fuck ik... Fuck is up, mensen? Shit. What up, mensen? What up? Zara Steenhout. Zara, super bedankt om te kijken. Dat vind ik confronterend te zeggen van... Ik heb het heel erg geapprecieerd dat je naar je kijkt. Jij ook? Jij ook? Ik ook. Nee, Zara, DM mij je adres. En dan stuur ik je stickers op. Wauw. Wow. Oké. Okay. Nee, super. Dan hebben we dat ook weer gehad, hè. Like, subscribe. Dat is goed voor mijn ego. Oh, wauw. Dat heb ik de laatste podcast niet eens gedaan. Oh, shit, ja. Oeh, jij bent beter dan ik. Comment. Ik zeg zelfstandig nou wat jij een adjectief zeggen. Drie. Heb jij ooit wel over nagedacht? Tijdens het kijken van afleveringen fuck of zo? Fuck ja. En nu ben jij helemaal kwijt. Okay. Drie, twee, één. Snapback. Gefrituurde. Gefrituurde snapback. Wow. Let's go. Commentaar hier beneden. Dan weten we dat je tot dit punt hebt gekeken. Appreciëren wij enorm. Jij toch ook, hè? Even nog dubbel checken. Ja, oké. Okay. Ja, heel erg. Thanks om langs te komen. Love. Jij komt hier op een manier. Ja, ik kom hier zo elke fucking week. Alright, that's it. Tot volgende maandag op het main channel. Abonneer ook hier. Peace. Joejoe. Cool. That's it. Wauw. Wauw. Ik vond dat fucking leuk. Live te zijn. Dat is fucking leuk, man.